De vuurtoren van Opie Konijn. Peppa, George en Henkie zijn een dagje aan het varen met de boot van opa Hond. Mogen we vandaag naar Pirateneiland? Ja, Henkie. Maar eerst moeten we wat voorraden brengen naar mijn vriend Opie Konijn. En waar woont Opie Konijn dan? Op een rots. Op een rots? Ja, in die vuurtoren daar. Oeh. Ahoy daar, maatje. Ik heb je voorraden bij me. Oho, bedankt, opa Hond. Ik heb vandaag ook mijn bemanning bij me. Henkie, Peppa en George. Bezoekers? Die heb ik hier al vele maanden niet gezien. Ik voel me best eenzaam met alleen de zee en de lucht als gezelschap. Hoe lang bent u hier al? Sinds dinsdag. Oh. Ik zou je verhalen kunnen vertellen als je ze wilt horen. Nee, dank je. Ja, graag. Nou, je hebt de zee en de lucht en de... Ik leer banjo spelen. Willen jullie een liedje horen? Nee, dank je. Ja, graag. Ik stond op vanmorgen, de zee was nog daar. Zo ook de lucht. De zee, de lucht, de zee, de lucht. Hier is je kaas. Oeh. Ik heb kaas gemist. En een nieuw boek. Hoe bedien je een vuurtoren? Oh, dat kan nog wel handig zijn. Waarom heet uw huis een vuurtoren? Kom maar kijken, Peppa. De trap gaat rond en rond naar de top van de vuurtoren. Rond en rond en rond. Het heet een vuurtoren omdat hier vroeger een vuur brandde en nu een lamp. Wauw. Hij schijnt dag en nacht, zodat de zeelieden de weg kunnen vinden. Oeh. En als het mistig is, gebruik ik deze misthoorn. Mist! Dat is hard. Geen mist vandaag. Alleen zee en lucht. Ik kan je verhalen vertellen. Nee, dank je. We moeten gaan. Wij varen naar Pirateneiland. Tot ziens, Opie Konijn. Geniet van de zee en de lucht. Doen we. De boot van opa Hond is aangekomen bij Pirateneiland. Kijk, ons zandkasteel staat er nog steeds. Kom, laten we verstoppertje doen. Oké. 1, 2... Er zijn niet veel verstopplekken op Pirateneiland. 5. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Gevonden. Oh. Zo, waar is George? Opa Hond kan George nergens vinden. Ik geef het op. Waar is hij? Boe. George had zich achter opa Hond verstopt. Slim hoor, George. We varen weer terug voordat het donker wordt. Oh, maar het wordt nu al donker. Geen paniek. Het licht van de vuurtoren van Opie Konijn zal ons de weg wijzen. Opie Konijn ligt net in bed. Ach, mijn nieuwe boek. Hoe bedien je een vuurtoren? Hoofdstuk 1. En de rest lees ik morgen. Laat ik het licht maar uitdoen. Oh, waar is het licht nou gebleven? Weet je wel hoe laat het is? Ik heb net het licht uitgedaan. Ja, dat weten we. Wil je het grote licht weer aandoen, alsjeblieft? Oh, sorry. Hoera! Het wordt mistig. Ik kan het licht niet meer zien. Wij zijn het weer. Wil je op de mist horen blazen? Natuurlijk. Mist! Ik hoor iets in de verte. Opie Konijn leidt ze naar huis. Hij gebruikt zijn stem als een misthoren. Deze kant op! De ouders komen de kinderen ophalen. Hebben jullie het leuk gehad? We zijn naar Pirateneiland geweest. En naar een vuurtoren. De vuurtoren van Opie Konijn heeft ons veilig thuisgebracht. Wat fijn. Opie Konijn zong ook een liedje. Willen jullie het even horen? Nee, dank je. Ja, graag. Ik stond er vanmorgen.